Ja, maar het gaat tegenwoordig allemaal over talentenjachten en datingprogramma's. Ja joh, maar goed, daar hoeft een verstandig mens toch ook helemaal niet in te kijken. Nee. Ik weet niet of het specifiek aan mij ligt, maar ook mijn kennissenkring kijkt niet helemaal niet naar die programma's. Je bent verbaasd als iemand zegt, wat vond jij van de B&B vol liefde? Ja, jij zat van de week toch met ze bij Humberto? Ja, ik zat met die twee echtparen, zat ik daar, ja. Joy en de dames uit Spanje. Ja, ja, god, wat zal ik? Ik wil er verder niks kwetsends over zeggen. En ik moet zeggen, die oudere man die er zat in dat Hawaii-hemd. Oh, Paul. Paul. Ja. Die was wel geestig, leek mij. Ja, voor de rest. Want hij had met die televisie-producer. Je moet er toch niet aan denken dat ik naar deze twee echtparen uren lang zou moeten kijken. Maar ik zat er te kijken, want Gijs die kende allemaal, die had het allemaal gevolgd. Gijs vond het prachtig. Ja. Gijs had allemaal aantekeningen gemaakt hoe het ging. Romantische verwikkelingen. Kijk, ik ben al geen groot tv-kijker, maar dit is natuurlijk ook wel beneden alle pijl. Het was wel hoewel je het zou kunnen vergelijken met zo'n aquarium. Hè? Een miljoen mensen. Ruim naar al die programma's. Ja, nee, dat hadden topkijkcijfers. Ik heb het gezien. Ja, ja. Maar ja, het is... Ja, god. Het wonderlijke van tv is dat het natuurlijk een fantastisch medium is. Omdat je ten eerste vaak een directe indruk krijgt van historische gebeurtenissen. Want ja, er staat altijd wel iemand bij. Tegenwoordig ook met een iPhone eventueel. Of al heel snel een cameraploeg. Dat je natuurlijk, laten we zeggen, de leeuwen op de Serengeti, dat je die ook van dichtbij kunt waarnemen met alle bijzonder positieve gevolgen, dat je er godzijdank niet meer heen hoeft zelf. Hè. Dat scheelt ook enorm. En al die andere prachtige dingen. Maar dat de overgrote deel van het aanbod op de televisie van een verpijsterende kinderachtigheid is. Kookprogramma's, nou ja, je zei het al, datingprogramma's. Dat je denkt, ik vond mijn eigen dating al strontvervelend. Laat staan dat ik urenlang zou willen kijken naar de dating van andere personen. Die op mij ook niet een... Dat je zegt, goh, ik zou wel eens willen weten wat die nou zo over het leven denken. Nee, die indruk had ik totaal niet, eerlijk gezegd. Dus ja, het doet ook een beetje denken. Mijn zuster, die overigens tenslotte helemaal jaren geen televisie had meer, niet meer had gekeken, die dan bij het nieuws, op het nieuws allemaal verschrikkelijke dingen, burgeroorlog hier, ontploffende vulkanen daar, je kon het zo verschrikkelijk. En dan was het een van de slotitems was, uit de waarde bij wijk Beduursteden staan onder water twee caravans weggedreven. En dan zei mijn zuster altijd, die ontwaakte dan, hé, moet je kijken, daar was ik gisteren, dat zijn die caravans van, weet je wel. Dus nieuws van om de hoek, dat vond ze hartstikke interessant. En ik denk dat het voor veel mensen. Maar dat is toch wel te snappen eigenlijk. Op zich? Anders zeggen ze, dit is ver van mijn bedshow. Je moet een beetje wel je eigen beleving zien. Ja, kennelijk. Hoewel ik toch liever een vulkaanuitbarsting zie dan twee wegdrijvende caravans bij week Beduursteden, moet ik je zeggen. Ja. En die datingprogramma's is natuurlijk, dan denk je terug aan je eigen datingleven. Denk maar je, ik zou er op geen moment aan herinnerd willen worden. Niet zo pijnlijk als dating. Trouwens, het hele woord dating is al... Dan gaat er al een lelijke schok door mijn borstkas. Dating is, je maakte vroeger een afspraak met iemand. Ja, maar het komt allemaal uit Amerika. Dating, overwaar. Ook zo'n woord. Ja. Nou ja, goed, ik ben gewoon geen tv-kijker.